welkom. Het is vandaag 28 mei. Wij zijn te gast bij voetbalvereniging Bladella, waar vandaag het PE Roos beachvoetbaltoernooi plaatsvindt. En de jeugd is vandaag aan de beurt. Jongens, van harte welkom op het PE Roos beachhockeytoernooi. Gijs van de Zanden. Ik vind het wel mooi om hier een keer op het zand te voetballen, omdat er wel iets anders is dan elke wedstrijd gewoon op het gras. Daarom vind ik het wel leuk dat Bladella dit organiseert. Ja, je zakt een beetje weg in het zand, dus eigenlijk moet je wel wat meer lopen. Maar dat maakt niet uit, want ja, het blijft gewoon leuk. Ja, als je valt is het hier niet zozeer natuurlijk, omdat het zand is en is ook al wat zachter. En als keeper kun je ook veel meer duiken en zo en je kunt veel meer doen eigenlijk. Ja, ik denk dat dit wel voor herhaling vatbaar is. Ik denk dat dit wel een mooi toernooi is en dat we daar volgend jaar weer mee bezig kunnen zijn. Het is vandaag zondag 29 mei. We zijn nog steeds te gast bij voetbalvereniging Bladella, waar het PE Roos beachvoetbaltoernooi is. Gisteren is de jeugd geweest en heeft het zand al goed losgemaakt. En vandaag zijn de volwassenen aan de beurt. Valt het tegen? Ja, het is best wel zwaar met de zand, maar het was wel heel leuk. Is voor herhaling vatbaar? Ja, natuurlijk. Ja. Dus dan hopelijk meer dames teams, maar komt zo. Nou, jullie hebben de trend gezet. Ja, daarom. Dus, was het leuk? Ja, heel leuk. We hebben het gewonnen, of niet? Ja, nou, wel, daarom is het ook leuk. Hè? De concurrentie is vrij goed. Wat is nou fijner, het sporten of de glaasje bier waar je naar binnen werkt? Beide. Sport op de rug. Sport op de rug. Op de tweede plaats zijn de dames van het Lekkermerken. En iemand van het Lekkermerken naar voren speelt, we hebben een kleine attentie voor jullie. En op de eerste plaats zijn de dames van Reudelsport, de Zandhappers. Wellicht zijn wat later mogen behoorlijk, misschien heeft dat een voordeel geweest. Kom even naar voren.
Kom het hele team naar voren. Op de derde prijs dan, de jongens van de aanloop. Op de tweede plaats, de mannen van de derde helft. We gaan naar de vijfde winstfinale. De jongens van de Supers. Nou, dit was het beachvoetbaltoernooi 2011 bij Bladella. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Zij hier in ieder geval wel. En we zien jullie vast terug volgend jaar.